It has been a journey through time from our foundation, the initial recommendation of restaurants and hotels, to the first star awarded, marking the beginning of the Michelin guide selections. It is a journey. As our anonymous inspectors keep traveling the world to find the best experiences, we are Epicurean explorers. Talented chefs and hoteliers, local farmers, craftsmen, wine growers, each with a unique vision, but with the same wish, creating memorable moments. It will always be a journey. Our ambition is still the same. To provide innovative services, to celebrate travel, gastronomy, and sustainability. From the soil to the table, those are the journeys at the root of the Michelin Guide. Because a journey matters. Experience the extraordinary. Goedemorgen, van harte welkom bij de Michelin Guide Ceremony Nederland voor het jaar 2023. We zijn weer samen en wat een plezier is dat, omdat hier in het De La Mar Theater, het theater dat ons al zoveel jaren zo gastvrij ontvangt, om dat hier weer met elkaar te vieren. Want dat is wat we doen hier vanochtend. We vieren met elkaar het allerbeste van de Nederlandse gastronomie alweer van dit jaar. En dat doen we natuurlijk met de Sterren van Michelin en ook met de Special Awards. En het is, ik kan u wel zeggen, zo goed als volle bak hier vandaag in Amsterdam in het De La Mar Theater. Maar we weten dat er nog heel erg veel meer mensen ons live volgen via de stream, via de social media kanalen. En van harte welkom aan u. Fijn dat u ook dit jaar weer ons volgt. Ja, u weet het, hè? Een ceremonie als deze, het is altijd mogelijk omdat er zo vaak al langdurig, langjarig een warme samenwerking is
met verschillende partners. En ik ga ze toch als blijk van waardering, en dat kunt u dan misschien ook illustreren met een fijn applaus, toch even voor u noemen. Het zijn Blancpain, het is Lafon, Macro, Rémy Martin, Yamach, De Fork, Lavazza, Fevertree, Fourchette, Imperial Heritage Caviar, Aventura Wines, De Lamar, Hotel Okura en het ROC Amsterdam. Ja, en dames en heren, Michelin-gids, het bestaat uit teams. Teams die zijn samengesteld uit professionele, anonieme, zeer gepassioneerde inspecteurs. En in meer dan 40 landen speuren zij naar het beste. En aan het hoofd van die teams staat de man die waakt over de onafhankelijkheid, maar ook over de kwaliteit van de uiteindelijke selecties wereldwijd. En die man is de International Director Michelin Guide, en dat is Gwendal Poelenek. En u weet het, hè, voorgaande jaren was hij hier gezellig bij me op het podium. En dit jaar kan dat niet zo zijn, en dat is spijtig, maar we maken het uit, hij heeft een boodschap voor ons. Dus laten we even samen kijken. Dear chef, dear restaurateurs, dear guest. It's a great pleasure to be able to share a few words with you from Paris. Excited, impassioned and happy to be with your peers, friends and colleagues, the Michelin Guide ceremony brings us all together to celebrate the best of local gastronomy, as well as its talented professionals. I'm so pleased you are all together this morning. It's such a shame I couldn't join you, but rest assured, you are in good hands with Simone. Our inspectors have put their hearts into this new Dutch selection. Guided by their passion and curiosity, they have discovered or rediscovered your restaurants, tasted your cuisine, and been moved by your creations. They have enthusiastically noted the dynamism and commitment you demonstrated towards a more sustainable gastronomy, to treat your guests and to offer them, in difficult times, moments of lightness and happiness. This year's edition recommends more starred restaurants than last year, with the host on new restaurants being awarded their first Michelin star, seeing their sustainable commitments rewarded with the Michelin Green Star, or being promoted within the selection. And by offering your customers culinary experiences that are both deep-rooted and very personal, you chefs are turning your restaurants into true gastronomic destinations, which in turn lead to customers extending their stays or discovering all the new places. To meet this demand and to guide gourmet travelers to hotels as remarkable as your establishments, the Michelin Guide now offers a selection of characterful and exceptional accommodation choices alongside the best restaurants. Ladies and gentlemen, for more than 100 years, the Michelin Guide has been celebrating the talents that make up gastronomy and contribute to its reputation. Whether it is for a stop, a detour, or a journey, all stars guide food lovers to your restaurants. I will now let you discover the restaurants that will shine in the Michelin Guide Netherlands 2023. Yeah. Fijn. Nou, dat is al een heel fijn bericht van Gwendal Poelenek. En nou vraagt u zich misschien af, maar hoe gaat dat dan dadelijk? En wie gaat dan vertellen wie in die selectie is opgenomen? En ik weet bijna zeker dat mijn assistenten, die zich daartoe bereid hebben verklaard, de mensen die dat met mij straks willen doen, het zal u zeer bekoren. Ze zullen u verrassen. Ja. We gaan de selectie bekendmaken. Ik ga werkelijk proberen, want ik weet dat uw allergrootste wens is om een beetje tempo te hebben op dit soort ochtenden. Ik ga proberen dat werkelijk ook waar te maken. Maar u snapt dat er natuurlijk toch af en toe ook zaken verteld moeten worden. We gaan het hebben natuurlijk over de sterren, de groene sterren ook zeker, en over de special awards. En laten we daar eens gewoon mee beginnen met die allereerste, die Young Chef Award. Ja, de Young Chef Award, u weet het, het is de award die aangeeft dat er buitengewoon beloftevol en talentvol talent aan het werk is. En de partner die deze keer deze award voor zijn rekening wil nemen en daar ook graag hier op het podium nodig, en ik zie hem daarvoor al zitten, dat is Alex Verhoeven, de managing director van de Michelin Benelux. Dus kom erbij, Alex Verhoeven, om te vertellen. Ja, dat is fijn.
Welkom, Michelin Benelux. Dankjewel. En we weten, Alex, dat alles wat wij vandaag met elkaar vieren, die gastronomie, de hoogwaardige gastronomie, dat dat een ontzettende belangrijke plek heeft binnen de groep Michelin. Want dat vergeten we nog wel eens, dat natuurlijk dit een onderdeel is van die hele, hele grote groep. En wat zou jij de positie, hoe zou je dat willen omschrijven? De positie van de gids, de restaurants binnen de groep? Nou, feitelijk heeft Gwendel daar ook een stukje introductie van gegeven. En voor mij is de koppeling naar ons slogan dat de Better Way Forward is de beste. We hebben namelijk daarin een motto, een visie. En dat is dat we eigenlijk de mobiliteit zien als essentieel om jezelf als mens te ontwikkelen. Als je mobiel bent namelijk, dan kun je nieuwe grenzen gaan ontdekken, nieuwe grenzen verleggen en jezelf daarin groter maken. En zoals net werd verteld, zie je dat in het begon met BAN in 1889. In 1900 kwamen daar de eerste gidsen bij, waaronder de rode gidsen, voor chauffeurs met adressen, hotels en restaurants in Frankrijk. En vervolgens betekent dat dat daar een gigantische ontwikkeling werd meegemaakt met de twee broers. Die dachten, hoe kunnen wij die mobiliteit gaan koppelen aan nog verder gaan? En ze zagen dat de gastronomie daarin een centrale rol kon gaan spelen. Ja. En dat was enorm belangrijk dus om daarin de sterren naar voren te halen. Het vertaalde zich namelijk met de kwaliteit. Van een uitstekende keuken naar, wat er net ook werd gezegd, een verfijnde keuken waar je omweg voor maakt. Tot aan echt excellentie waar je een hele reis voor gaat uit. Ja. En dat is onverminderd zo? Nog steeds, ja absoluut. Ja. Ja. En dan hebben jullie dit jaar gezegd, wij willen ons heel graag even positioneren met die Young Chef Award. Want dat jonge talent, dat ligt ons na aan het hart. Hoe zit dat binnen de groep? Nou ja, als je topkwaliteit wil leveren waar jullie allemaal hiervoor staan, dan moet je ook topteams hebben. En binnen topteams heb je topmensen nodig, binnen alle geledingen van een organisatie. En dat zie je dus zichzelf altijd vertalen in wat je investeert. Ik heb zelf boven daar toen een keertje in op het balkon gezeten, een paar jaar geleden. De filmpjes gezien die een aantal chefs hadden gemaakt met leerlingen en meesters. En ik vond dat enorm inspirerend. Want daar zie je terug dat we de verantwoordelijkheid hebben om in jong talent te investeren, om ze beter te laten maken. En dat zie je ook terug bij onze organisatie. Want de mensen zijn essentieel onderdeel van het succes. Goed, genoeg gepraat. Ik ga je een envelop geven, want dat is wat er dit jaar bedacht is. Kijk, en dan ga ik jou vragen die envelop open te maken. En bekend te maken wat daar staat. En dan weten wij, dames en heren, wie in de selectie 2023 opgenomen is als Young Chef. Okay. Dus Alex Verhoeven, vertel het ons. Waar gaan wij naartoe? We gaan naar Harderwijk, Jornie van Dijk, Basiliek. Talentvol en echt een belofte voor de toekomst genoemd worden door de inspecteurs van Michelin. Wat wil dat eigenlijk voor jou als mens zeggen? Ja, dit is waanzinnig. Dit is een extreem mooi compliment. Er zijn heel wat chefs voor mij vooraf gegaan. Ook jongens waar je eigenlijk al ook van jongs af aan tegenop kijkt en daar naartoe wil groeien. Ja, dit is een hele mooie onderscheiding en die ik samen met mijn team ook wil opdragen. Want ja, alleen ben je nergens. Ja, maar ze vinden echt dat jij heel goed bent. Dat is een mooi compliment, absoluut. We zijn eigenlijk drie kwart jaar onderweg. Dus ik ben pas drie kwart jaar echt chef. Van je was ik souschef of keukenchef, hoe je het wil noemen. Maar dus ik ben eigenlijk inderdaad wel een jonge, korte chef eigenlijk. Ik vind het heel mooi dat ik al zo snel word gewaardeerd. Geniet Top. Van deze aandacht en deze waardering. Geef hem nog een groot applaus en dank ook Alex. Dankjewel. Zo, ja, ik denk dat het toch op deze manier goed begonnen is, deze ceremonie, met deze mooie jonge chef. En ik wil u nu voorstellen aan een andere partner. Ik ga vragen of hij bij mij komt, Martijn Nobels, de Target Group Manager van Macro. Want, is hij daar? Ja, kom erbij, Martijn.
Martijn Nobels. Hi Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Martijn, ik weet dat Macro ook dit jaar in de startblokken staat om straks die prachtige schilden, de plaque Michelin zoals die op zijn Frans heet, weer rond te gaan brengen. Hebben jullie daar zin in om die weer aan al die voordeuren, naast al die voordeuren te bevestigen? Het is altijd een hele eer en natuurlijk fantastisch om bij alle chefs weer langs te mogen gaan en de plakken uit te reiken. Ja. Zee, het is een gek jaar, in die zin dat er ongelooflijk veel op ons allemaal, maar zeker ook op de restaurateurs afkomt. We gaan de hele lijst problemen niet opnoemen. Maar eentje is wel heel wezenlijk, dat is de inflatie. Van hoe zorg je ervoor dat je gewoon die kwaliteit nog weet te betalen? Want dat is waar het vaak om gaat. Ja. En jullie als Macro proberen daar echt een enorme ondersteuning en partner te zijn met jullie klanten, ondernemers. Zeker, ja. Ja, het is natuurlijk fantastisch om te zien hoe de kwaliteit van gastronomie in Nederland gewoon blijft groeien. Zeker na alle jaren corona, waarin elke ondernemer gewoon echt heel veel moeite heeft gehad om het hoofd boven water te houden. Daarna wordt geconfronteerd met enorme stijging in kosten. Ja. En terwijl de schulden alweer afbetaald moeten worden, hebben wij er echt voor gekozen om te kijken waar kunnen wij dan verschil maken. Dus wij hebben in ieder geval gekozen als Macro zijnde om daar extra focus te brengen in de ontwikkeling van eigen merk, zodat we de ondernemer, de klant, nog meer een keuze kunnen geven in hoogwaardige, kwalitatieve horecaproducten. Waardoor ze gewoon tegen vele malen betere prijzen kunnen inkopen. En ja, je onderneming tegen gezonde marges kan blijven draaien. Ja, en toch die kwaliteit kan blijven bieden die je wenst. Ja, ontzettend goed en heel belangrijk. En dat ook om samen in partnership met al je klanten te doen. Buitengewoon goed. Dus ja, ik rest mij niks anders dan je veel plezier te wensen om straks on tour te gaan met die mooie schilder van Michelin. Dat dankjewel. Komt helemaal goed, dankjewel. Dank, Martijn Nobels. Dank. Ja, en misschien is dit dan ook wel een mooi moment dat, om eens even stil te staan bij die restaurants die opgenomen zijn in de selectie 2023. En dat is natuurlijk al bekend, die 8 Bib Gourmand restaurants. Want dat zijn restaurants die een buitengewoon opvallend hoge kwaliteit weten te bieden voor altijd die aantrekkelijke prijs. En zoals ik zeg, het zijn er niet minder dan 8. Dat is ook echt een prestatie op zich. En ik vind ook dat vanaf dit podium het werkelijk op zijn plaats is dat ik even hun namen noem, dat we ernaar kijken. En ik weet dat enkele ook van de chefs en hun teams of leden van hun team hier zijn. En dat we ook hen echt een daverend applaus geven. Want het is een dijk van een prestatie. De Bib Gourmand restaurants die opgenomen zijn in de selectie 2023, dames en heren, dat zijn, en daar gaan we, Lazuur in Amsterdam, Will's Bakery Café in Amsterdam, De Voorburcht in Hattem, Haven in Horen, Bistro Regent in Nijmegen, De Rotonde in Rotterdam, Poortman in Veningen en Senang in Zwolle. Hartstikke mooi applaus, ja, is goed. Ja, dit is een fijn applaus voor deze enorme prestatie. Dank jullie wel. De Bib Gourmand is dat van Michelin 2023. Gaan we nu door naar de sterren en laten wij beginnen met de Green Stars. Ja, de Green Stars, dames en heren. Het zal u niet zo verbazen als u dicht bij Michelin staat dat Michelin met de Green Stars begint. Want duurzaamheid vinden zij werkelijk buitengewoon belangrijk. En die duurzame aanpak in de gastronomie, natuurlijk doet elke chef dat op een andere manier. De accenten die ze leggen zijn anders, omdat de achtergronden en de mogelijkheden vaak ook net een beetje anders zijn. Maar wat hen wel echt bindt, is dat je op een andere manier gaat kijken naar mens, dier, milieu, omgeving en dat het ook op een andere manier kan. En dat wordt buitengewoon gewaardeerd door Michelin en daarvoor dus die bekende Green Stars die nu al enkele jaren meegaan. En er is één partner van Michelin die dat hele gedachtegoed van die groene ster buitengewoon onderschrijft en dat is Rémy Martin. Kijk even mee. Bonjour à tous. Being an official partner of the Michelin Guide and especially a world supporter of the Michelin Green Star Selection is something we are very proud of at Rémy Martin. As an iconic French house, Rémy Martin is driven by the same values as the Michelin Guide. A passion for excellence, an exceptional know-how across continents.
Together, we also share a responsibility to protect the gift of the land. You know, Rémy Martin is a collective history that started in 1724, and we will be celebrating the 300 years of the Maison in 2024. Being 300 years old is a great responsibility. As we aim to keep our legacy alive for another 300 years, we have an even greater duty to protect the land and our soils. All the restaurants and the chefs that the Michelin Guide is highlighting today with a Michelin Green Star have chosen to put sustainability at the heart of the gastronomic experience. They are true role models for us and for the future, and we are thrilled to team up with the Michelin Guide to promote their game-changing initiatives across the world. We all need to lead by example, and I really believe that you, the chef and the restaurant that may receive a Michelin Green Star today and in the future, are also leading by example. By teaming up, by sharing and celebrating our initiative together, we are opening the path of sustainability to protect the future. Thank you very much. Mooi. Partner Rémy Martin. Check. En om nou te ontdekken, om te horen wie in de selectie van de Green Stars van dit jaar 2023 zijn opgenomen, nodig ik heel erg graag en met buitengewoon veel plezier bij mij hier op het podium Bas van Kranen. Van Floren, waar ben je? Bas, kom naar voren. Ja. Bas. Mag ik toch opmerken, Bas, dat deze entree een hele andere is dan die van vorig jaar? Het voelt een stuk anders dan vorig jaar, ja. Zo, zeg, dat was echt. Ik kan mij dat nog gewoon levendig herinneren, wat er toen wel allemaal niet gebeurde. Neem ons even mee naar dat moment dat je hier ook zat. En toen werd je naam ook genoemd, maar hoe? Ja, ik denk dat het... Het is bij mij begonnen met eigenlijk een beetje de start van de pandemie, waarin ik het gevoel had dat we heel erg vooruit moesten kijken in waar willen we naartoe met onze keuken. Ja. We zijn gewoon volop zonder consequentie gaan nadenken van we moeten gewoon opnieuw beginnen. En we moeten eigenlijk gewoon alles vergeten wat we hebben gedaan en om ons heen gaan kijken, oogklep open, om een nieuwe richting uit te zetten. Ja, kijken wat er kan. Precies. Ja, en dat werd gezien. Ik denk dat het... voor mij het belangrijkste met ik denk ook de opening van alles wat er vandaag gaat gebeuren. Heb geen verwachtingen. Ik denk dat dat het beste is wat ik vorig jaar heb gedaan met mijn team. Ja. Je zit hier omdat je iets fantastisch doet. Ja. En of je vandaag beoordeeld wordt, ja of nee. Die celebration die moet je denk ik voor jezelf en je team heel sterk gaan inzetten vandaag. Heel goed. Zeg Bas, het was zo leuk, want we konden van de week even bij je terecht om eens een kleine impressie te maken hoe het met je gaat. Want je kan er hier wel over vertellen, maar we hebben echt, denk ik, een heel fijn filmpje van je gemaakt. Laten we daar samen even naar kijken. Ja, leuk. Kom even met me mee aan deze kant, dan staan we niet in de weg. Dankjewel. Mijn naam is Bas van Kranen, restaurant Floren in Amsterdam. Floren is anderhalf jaar open en het is voor ons echt een project van leren. Een van onze quotes, als standpunt, is Conscious Fine Dining. Conscious Fine Dining zet voor ons eigenlijk meteen de filosofie neer over het feit dat we een bepaald bewustzijn willen creëren voor onszelf als chefs. Uiteindelijk is het voor mij ontzettend belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van de gastronomie. We werken dus heel nauw samen met Nederlandse boeren. En we zijn volledig gestopt met zuivel. Op het moment dat je jezelf beperkt, ga je jezelf trachten om nog creatiever te worden. En je gaat op zoek naar een alternatief. Keer op keer leren we weer iets bij, vooral door heel veel contact met onze toeleveranciers. Ik denk dat een manier van omdenken heel belangrijk is, niet alleen in koken, maar ook in boeren. We werken bijvoorbeeld met Ferry van Landzicht, een teler die zijn land helemaal vol heeft staan met kersenbomen. Niet voor de vrucht, in verband met ziektes en moeilijkheid, met toch wel afhankelijkheid van het weer. Maar Perry die oogst zowel de gesloten als de open bloemen van de kers. Daarna het hele jonge blad van de kers. En in het laatste stadium nog het kersenhout. Waar hij eigenlijk drie keer zoveel oogst heeft als normaal zijn kersen. Ja, dus dat is voor mij een geniale manier van omdenken. Naast het feit dat een biologische boer veel meer bezig is met het gezond houden van zijn grond. Omdat hij geen toevoegingen in zijn grond kan doen. Zijn groentes ook gewoon zoveel lekkerder. Het is echt bizar. We zitten nu natuurlijk midden in de lente. Het voorjaar, het begint eigenlijk pas net. En het toffe aan dit seizoen
is dat we op dit moment beginnen met het inmaken van allemaal verschillende scheuten van een hele grote variëteit aan planten. Dus het is voor ons echt de ontwikkeling naar die vernieuwing van onze keuken. Dat is een stuk groter dan alleen het gebruiken van een Nederlandse pastinaak of een Nederlandse wortel. Sinds we vorig jaar de Groene Ster ontvangen hebben van Michelin, heb ik een heel groot verschil gezien in de verwachting van onze gasten. Voorheen was ons restaurant heel erg gedreven op het gebruik van Wagyu uit Japan. Mooie, dikke Anjou-duiven, de grootste langoustines uit Noorwegen en Schotland. Dat was ook echt de verwachting van onze gast. Waar je nu ook ziet dat mensen juist komen voor vooral heel veel het eten van ons groentemenu. Wat echt wel een hele toffe verandering is in, denk ik, het hele aspect van fine dining. Fine dining heeft niet te maken met het gebruik van een luxe ingrediënt. Ik denk dat het veel meer zit in de luxe en de techniek die jij uiteindelijk in zo'n ingrediënt stopt. Het allerbelangrijkste is dat je bij ons supergoed eet en drinkt. En als ik dan ook nog een heel klein beetje kan meegeven van wat we allemaal achter de schermen doen, dan is dat mijn bonus. Mooi hoor, Bas. Oh, complimenten. Ja, hele mooie weergave. Bravo, heel mooi. Zeg, ik ga jou een envelop geven. Tada. Daar zitten meerdere kaarten in. Mm-hmm. En ik zou je willen vragen om gewoon bij het begin te beginnen. Kijk. En dat zijn dan de restaurants die dit jaar in de selectie 2023 zijn opgenomen door Michelin met een groene ster. En als u uw naam zou horen, kom vooral naar voren. Je mag beginnen. Ja, we gaan beginnen in Hof aan Zee. En de eerste groene ster gaat naar Koudekerken, Marcel Meijer, Hof aan Zee. Ja. Hof aan Zee, Marcel Meijer en Koudekerken. En ik weet één ding zeker, Marcel is er niet. Dat is me net ingefluisterd. Dus het spijt me, maar Marcel, misschien kijk je via de stream. Van harte, de Green Star die is er voor deze selectie 2023. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Dan gaan we door. Bas. We gaan door naar Rotterdam. Rotterdam. In Rotterdam, restaurant Rotondum, Jort Corré. Net ook al bij de Bicournant. En dat is natuurlijk toch een grandioze combinatie. Van harte gefeliciteerd, dat wordt een mooie award. Kijk eens aan. Super, ja. Wat goed. Ja, van harte. Jort. Ja. Kijk eens, hier komt de trofee. Ja, dankjewel. Het is een... Het is bizar, want we hebben 2 weken geleden het Biep Comar gekregen en ja, dit is heel gaaf. Ja, ja. wil je even vertellen wie je bij je hebt? Birk en Roy, dus we doen het met z'n drieën. Ons restaurant Rotonde is van ons drieën. We zijn 1,5 jaar geleden begonnen, eigenlijk net voor de laatste lockdown. Slecht begin, goede doorstart gemaakt daarna. Ja. En we zijn heel erg bezig ook met die duurzaamheid en ons hele concept is eigenlijk daarop gebaseerd. En, we koken vegetarisch, volledig, veel, veel plantaardig en het is echt heel gaaf. Grandioos, hartstikke goed. En we gaan door, want dit was nog niet alles, Bas. Ik geef je weer het woord. Ja. Blijf staan even. Maar leuk, dit, nee, leuk, maak daar een totale foto. Blijf gewoon staan. We gaan door naar Koudekerken. Restaurant Moerieën, Dennis Willems. Dit is bijzonder, toch? Weet je? Ja, het is ontzettend. Nee. En jij weet het nog. En vorig jaar stond jij hier ook te juichen. Maar ja, toen gebeurde er nog veel meer dan alleen die groene ster. Ja. Ja, weet je nog. En dat was een enorme emotie die loskwam. Omdat je merkt het ook hier weer aan deze jongens. Zo gepassioneerd
ook kiezen, een koers pakken, die duurzaamheidskoers? Ja, ik denk ook dat het gave is dat je gewoon ziet dat het meer en meer gehighlight wordt en dat gasten er ook naar vragen. Ja, de gast wenst dit. Zeker. Ja, en maakt ook zijn keuzes hierop. Ja, absoluut. Ja, fantastisch. Eens even kijken, hebben wij Dennis al in zicht of hij wordt... Ja, kom Dennis. Ja, daar is hij toch. Kom maar mee. Gefeliciteerd. Ah, kijk eens. Oeh, nou, je moest van ver komen. Ja, maar kijk eens. Dat is hem. Van harte gefeliciteerd. Grandios. We gaan gewoon eens kijken hoe die er nog meer zijn. Bas, ik geef jouw kaart toe. Sluit even aan hier bij de jongens. Bas, heb je nog een kaart in handen? Ik heb er nog één. We gaan door naar Woubrugge. Restaurant De Dijk, Martijn Koeleman. Martijn Koeleman. Ja, Martijn. Heel goed. Kijk eens, het hele team komt mee. Dat is goed. Pak die spotlight met elkaar. Hartstikke fijn. Kom een beetje dadelijk naar voren. Dan gaan we gewoon één mooie grote familie. Foto maken. Gefeliciteerd. Ja, wat goed. Nou, wat fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Van harte. Hartstikke goed. Je krijgt een Green Award. Ja, heel goed. Martijn, daar sta je. Echt van harte. Ik ga jullie vragen om samen met Bas een mooie plaat te maken. Dus kom allemaal hier lekker naar voren. Even de mannen met de awards in handen. Goed. Centraal. Bas daarbij. En kijk eens, dit is de selectie met dan de ene chef die er niet bij kon zijn vandaag. Ja, moet je kiezen. Met een 23. Bravo. Dank jullie wel. Geniet lekker van deze dag en het succes wat u brengt. En Bas, dank je wel voor je ondersteuning. Ga lekker zitten. Jullie mogen allemaal gaan zitten en genieten. Kijk, ik moet natuurlijk wel mijn administratie hier op orde houden. Want we gaan nu gauw door. Ja, kijk eens. Ja, al die felicitaties, maar wat heerlijk. En ook heel goed dat jullie met elkaar komen. Het is zo'n team effort. Zo'n inzet van een hele groep. Dames en heren, we gaan door met de selectie van de restaurants die opgenomen zijn met één ster. Ja. Opgenomen worden met één ster, u weet het, dat is een onwaarschijnlijk belangrijk moment in het leven van een chef, maar eigenlijk zijn hele entourage, zijn partner, het team, iedereen die daaraan meewerkt. En die ene ster, laten we helder zijn, die zegt natuurlijk echt heel helder dat er een opvallend hoge kwaliteit geboden wordt en dat dat ook nog eens op een constante basis gebeurt. En dat laatste is ook buitengewoon van belang. En het wil dus zeggen dat je met een grandioos team aan het werk bent. En natuurlijk, dat is wat altijd die chefs hier op dat podium ook zeggen. Het is niet alleen ik, het is iedereen. En dat is ook zo, maar er staat er wel eentje aan het roer. Om deze selectie nu bekend te gaan maken, ben ik echt hartstikke blij en eigenlijk ook gewoon vereerd dat ik twee grootheden naast mij op het podium mag uitnodigen die niet alleen nog exact weten hoe hun avontuur begon met Michelin destijds, maar wiens avontuur nog lang niet is afgelopen. En geef ze een heel warm applaus. Jonny Boer. De Libreien en Jannes Brevet, Interscaldes. Ja. Welkom, goedemorgen. Dag Jannes, dag Jonny. Ja, dit is weer een hele andere rol die hier nu op dit moment van jullie wordt verlangd. En toch zeiden jullie allebei, ja, doe ik best. Ja. Terwijl jij dit een eigenlijk... Jij hebt er spijt van, hè? Dat idee, dat had ik al. Want eigenlijk, Jonny, jij vindt dit een soort zenuwslopend moment in het jaar. Altijd weer. Vooropstellen dat ik het een hele eer vind. En jij ook, denk ik. Ja. Maar het is niet mijn favoriete werk. Nee. Nee. Maar je doet het toch. En Jannes, jij ook. Ja, we kopen liever 60 maal à la carte hier te staan. Denk ik. Liever 60 maal à la carte. Nou, en wij vinden het ook zo fijn dat jullie dat zo graag doen. Dan komen we. Nou, weet je, dan gaan we ook gewoon niet lang praten. Want iedereen wacht hier ook eigenlijk op die nieuwe selectie. Dus dan gaan we het als volgt doen. Hebben we wel het volgende op bedacht. Ik ga jullie
om en om een envelop geven. Er zit dan elke keer maar één kaart in. En dan wil ik jullie vragen de naam bekend te maken. En dan, als u uw naam hoort, beste chefs, ja, dan komt u graag hier naartoe. En dan blijft u ook even bij ons op het podium, totdat we de hele selectie van de één sterren met elkaar bekend hebben gemaakt. En Johnny, zal ik met jou beginnen? Ja, doe maar. Mag ik je vragen deze envelop te openen? En dan ons te zeggen wat je ziet. Dus dat gaan we hier nu meteen gewoon van start met die selectie 1 sterren. Eerste plek, toch? De eerste plek. Ga, zeg ons waar. Utrecht. Utrecht. Karel Vijf. Vandaan. Hij komt even van boven. Grandioos. Weet jij nog, Jannes, toen jij die eerste ster... We gaan dit één stap naar voren zetten. Weet jij nog, Jannes, die eerste ster? Hoe jij dat hoorde en wat dat toen teweeg bracht in jouw leven? Ja, kijk, dat doe je natuurlijk voor volle zaken en voor je gasten. Maar het blijft toch iets magisch om 1, 2 of 3 sterren te krijgen. Of, ja. Het is toch een bevestiging met hetgeen waar je mee bezig bent. Ja. En heb je nog enig gevoel bij hoe die eerste ster toen kwam en wat dat toen was? Of, ja, het is natuurlijk een fantastisch moment en... Ja, dat vierde met veel, hè, met z'n allen. Ja, en dat gaan we nu doen hier met deze jongens. Leon. Ja. Oh, kijk eens. Ja, het jasje mag uit, want er gaat nu gewoon een prachtige koksbuis van Lafon met een mooie ster daarop geborduurd. Dat is wat vanaf nu de dracht is. Ja. Heb jij hier lang aan wacht gezeten? Jij hebt hier lang op gewacht op dit festje, is wat je zegt? Ja, ik durf al bijna niet meer te komen. Maar goed, ik ben natuurlijk 2 jaar bezig nu met Karel Vijf, met deze fantastische mannen. Ja. We hebben echt gestreden, zeg maar. En ook een ander geluid laten horen in zo'n mooie zaak. Heel sympathiek gekookt eigenlijk met wat past bij de zaak ook. En niet te veel alleen maar naar onszelf gekeken, maar ook naar wat onze gasten willen. Dat is ja. Heel leuk. Nee, ik was 15. Toen kende ik alle 3-sterren restaurants en 2-sterren restaurants van Parijs en Frankrijk uit mijn hoofd. En op een gegeven moment leg je dat een beetje naast je neer. Toen dacht ik wel, vandaag wil ik hier echt staan. En je staat er. En dankzij deze mannen. Want, wees welkom. Deze geweldige soes. Yeah. Nou, hartstikke goed. En dan gaan wij door met de selectie. Maastricht. Chateau Nircan. Ja! Kom op, Nebel! Kom gauw naar voren. Ja. Wat een ontlading is dat alweer. Vanuit Maastricht ook het hele team. Ach, gezellig. Het wordt hier gewoon een hartstikke drukke bedoeling. Robert. Robert Levels. Via Twan Hermsen. Via Beluga. Via La Butte au Bois. Ja, en nu op Chateau Nircan. Kom je volledig tot je recht. Ja. Kijk eens. Daar komt de rest. Grandioos. Het is inderdaad een heel parcours geweest. Ik zeg net al, Twan Hermsen, Beluga, La Butte au Bois. En dan nu Nircan. En dan denk je, ja, hier kun je volledig tot je recht komen. En dan sta je hier met je team op dit podium. Ja, jij moet helemaal niks zeggen. Het is gewoon zo. Je bent opgevallen en je bent opgenomen in de selectie van dit jaar. En geniet ervan, je krijgt een prachtige fles nog. En dan gaan wij gewoon lekker door. Met de volgende. Ga fijn bij je team staan. Heel goed. Johnny? Ja. Ja? Het gaat heel goed, Johnny. Amsterdam. Van der Veen. Van der Veen. George Cataras. Ja. George, kom naar voren. Jongens. Grandioos. Wonderful to have you here on stage. We know that you have a Greek origin and you come from a Iranian. Noma, Nuno Mendes, het Rijks, of course. And
inspectors do say about this chef, he will be congratulated by Yoni. But he has a kitchen sober, well thought out, easy to understand, and therefore super attractive. That's what they say, but you will read it out later on. Yes, this is for you. The white Lafon Kokspuis. Kijk eens. It will suit you perfectly. Congratulations to you. That is wonderful. Wonderful, wonderful. And there we go, Jannes. Yeah. Jannes, waar gaan we naartoe, Jannes? Gouden. Naar Gouda. Liz. Liz. Remco Kuipers. Gouda, Liz, Remco Kuipers. Also upstairs. Dankjewel, Jannes. Ik vind dat het heel goed gaat. Maar er is wel iets met de seating, hè? Dat ze allemaal op een of andere manier daarboven zijn, per toeval. Dus dat geeft ons wel wat tijd. Jazeker, dat kunnen wij samen volpraten, Joni. Maar dat is helemaal geen enkel probleem. Nou vroeg je erom, hè? Je vroeg erom. Nee, maar ze komen snel bij. Wat zeg je? De eerste ster wou je niet weten van mij. Jawel, dat wil ik heel graag weten van jou. Daar heb ik wel op gestudeerd nu. Oh ja? Jij hebt daar nu een antwoord op. Nou, vertel. Nee, maar nee, dat wil ik heel graag weten. Het was 1993 en toen was er nog geen internet, geen telefoons bijna, nee. Die dingen. En toen zat ik hoe heet dat nou? Als je, een cursus? Ja, een cursus, een training. Ja, dus waar je iets leert. En ja. Toen werd ik gebeld door Therese en toen ben ik weer 220 kilometer terug naar Zwolle gereden. Want Therese die belde en zei, Joni. Ja, maar het stond ook nergens in of zo. Niemand wist het. Niemand wist het. En kijk eens hier. Remco Kuipers. Ja, mooi. Kijk eens daar komt de rest. De koksbuis. Voor jou. Gouda. Ja, een idylle wordt jullie plek ook genoemd door de inspecteurs. Dat oude weeshuis daar in het centrum van Gouda. Gouda op de kaart. Een moderne keuken, Aziatische invloeden. Fantastisch. En kijk eens daar op die fles. Die hoort daarbij. En jullie gaan lekker staan bij al jullie collega's. En dan nu, we gaan door. Het is al de vijfde. We gaan waar naartoe? We gaan naar Weert. Naar Weert. Flavors. Ron Lemmens. Ron Lemmens. Ja, via Britelli. Dat weet u waarschijnlijk. Restaurant One. Naar Ron Lemmens. De vijf smaken weet hij als geen ander te combineren. En kijk, de witte koksbuis. Ah ja, wat gezellig. Allemaal hier. Ah. Kijk eens aan. De witte. Ik ga je niet lastigvallen, of wel? Nee, hè? Nee, ik ga jou, ik zie het helemaal, ik doe niks. Nee, het is fantastisch. Dit is grandioos. En ik weet dat jullie hier ongelooflijk van het hebben. En wacht, één seconde. Je bent super trots. En terecht. Ik wil het toch wel even benoemen. In 2019 zijn we onze zoon verloren. En aan een hersenbloeding. En dit was ons doel. En het is nu gehaald, dus... Nee. Ja. Bravo. Ja, dit is wat er gebeurt. Deze ster is duidelijk waar die opgedragen is. Heel, heel erg mooi. En zo ontzettend verdiend. We gaan door met de volle. Brasboer thuis. Heel mooi. Kom op het podium, Lars.
Lars Aukema via de Libreien. Een hele bekende van juni. Dit is mooi, hè? Ja, jij gaat de vest even aandoen. Weet je wat de inspecteur schrijft terwijl jij je even aankleedt? Smaak en textuur slaan met een zware vuist op tafel, schrijft de inspecteur. Jij hebt een ongelooflijk opwindende keuken. Ja, dat zijn de letterlijke woorden van de inspecteurs. Zoals de yellowtail wordt specifiek genoemd met bleekselder, gember, citroen en chili. Heel uitgesproken, maar straf. En dat is een heel groot compliment, dus van harte. Hartstikke goed. Jonny, sorry, ja? Oh, sorry. Oh. Kom wel een beetje in het licht blijven, hè, Jonny en Jannes. Waar gaan we naartoe? We blijven in Amsterdam. We blijven in Amsterdam. Bistro La Mer. Ah, Julius Duiten. Klassiekers bij Julius. Van harte gefeliciteerd. Jullie vallen op. En zijn opgenomen in de selectie 2023. En wat de inspecteurs over jullie schrijven, gaat jullie bekoren. Gaat straks zeker lezen. Kijk eens. Ja. De achtste. Voorburg. Centraal Park. Hette. Hettema. En Tim Boos. Voilà, twee vesten. Ja, eens even kijken. Zwetshul, Zavelberg. Maar de filet van wilde eend in zijn geheel rosé gegaard. Mannen, dat is wat uitvoerig wordt beschreven. Die geheel gegaarde. Rosé gegaarde wilde eend, de crème van rode bieten, de verse braambessen. Het is allemaal gezien, het is genoteerd en het is vooral buitengewoon gewaardeerd. En het kan die grote toets van Michelin zeer doorstaan. Dus daarom staan jullie hier, opgenomen in de selectie 2023. Heel erg mooi. En wij gaan gewoon door. Ja, geef ze een applaus. We gaan naar Friesland. We gaan naar Friesland? Ja. Iemand die ik heel goed ken. Smeky! Inspecteurs genoemd creatief en charismatisch. De man die nieuwe technieken brengt. Die gelaagde composities weet te maken. Die is... Ah joh, helemaal goed. Kijk eens aan. Daar staat hij. Van harte. Swinky! Dat is wat je doet. Maastricht, studio. Maastricht! Maar nu in de studio. Totale expressie en ontplooiing. Kijk, daar komt.
komt een witte koksbuis en een grote felicitatie. Natuurlijk. Van ons allen hier op het podium. De superverse zeeduivel wordt geroemd. De eigen kracht en de expressie komt volledig tot z'n recht in de studio in Maastricht. Heb je begrepen? Meer? Ja, ja, wij gaan nog door. Oh, maar we gaan nog een keer naar Utrecht. Naar Utrecht. Meven. Tommy Jansen. Niet te vergeten Bentink. En wat hier geroemd worden zijn de bijzondere, onverwachte huwelijken in smaak. Dat is waar de inspecteurs werkelijk zeer van onder de indruk zijn. Ja, ze roemen de prachtige kwaliteit geschroeide en gelakte langoustines op een crumble van cashew. Grandioos, daar staan ze samen met ook die grote fles champagne erbij. Opgenomen in de selectie 2023. En wij gaan door, hè, Jannes? Amsterdam, coulissen. Tim van der Molen. Dat is wat ik hier van de inspecteurs heb gehoord. Doelgericht met pittig, rauw en robuuste smaken gecombineerd. En verrassend. Zoals bijvoorbeeld de Anjou-duif met geroosterde geconfijte biet. Met als contrast gefermenteerde sisoblad en onrijpe toon van de tamarillo. Ja, je gaat het allemaal nog nalezen hoor, wat ik hier nu sta te vertellen. Want het staat allemaal straks geschreven. De koksbuis is voor jou met de geborduurde ster. De selectie 2023 daar ontbreekt Tim van der Molen niet in met coulissen. Wat is dit al een gevuld podium hier, jongens? Heel erg goed. Wij gaan door. Heb je nog een envelop? Ja. Ja, rustig. Ja. Dat is mijn matie. Ja. We gaan naar een plaatsgenoot, een provinciegenoot van Jannes. Dat is in Goes en dat heet Codium. Ja! Wouter Kik! Wouter, kom naar voren. Ja, provinciegenoot. Via de vier ballen de Groene Watergang Interskaldes. Het meest van wat Wouter bereid komt uit de zee. Weet de smaken onwaarschijnlijk te versterken, kijk eens. Wees welkom op dit podium. Ja, dat is zo fijn dat ze elkaar kennen dan ook op momenten, hè? Ja, heel goed. Ja, het staat goed. Signature dish. Mooi hoor. Ja, Jannes. We gaan door. Nummer 14. Gramsbergen, de Wagen. Jelle Jansen. Ja. We zitten kijken naar die stapel. Jelle, Jansen en je team. Wat ontzettend leuk dat jullie dit jaar ook allemaal je team mee naar voren nemen. Dat is een heerlijke, gezellige bende. En terecht. Kijk eens. Daar is hij. Jelle Jansen. De rook van Jelle Jansen.
Jansen, ja, in Gramsbergen. Via de Groene Lantaarn. En u moet weten, dames en heren, hij begon heel, heel voorzichtig in 2019 met schnitzel. Met kip. Met appelmoes. Het is allemaal waar, hè, wat ik zeg. Maar het is onwaarschijnlijk wat er in deze jaren is geëvolueerd. En als ik de hoofdinspecteur en de andere inspecteurs die bij je zijn geweest, ze zeggen, het is onwaarschijnlijk hoe simpel, maar ongeëvenaard lekker het is als je bij deze man gaat eten. Dus dat is werkelijk een heel groot compliment. Bravo! Bravo! Je hebt er nog één, hè? Ja. Rotje door. Rotterdam. Rotterdam. Jama. Jama. Hiroaki. Yamamoto. Ah, kijk eens. En natuurlijk via Yamazato, via het Okura. Maar werkt al sinds zijn 20ste hier in Nederland. Origine. Van altijd zijn eigen limieten gezocht en ook opgerekt. Altijd zijn grenzen verkend en het daar niet bij gelaten. Grandioos, je krijgt er. Ja. Sinds 2019 ingrijpend verbouwd en sindsdien kookt hij nog voor maximaal 4 keer 2 couverts. 8 mensen. Dat is wat hij doet. En op wat voor een manier. Werkelijk grandioos. Kijk eens. Hiroaki Yamamoto. Mooi. Wij gaan nog door. Wij hebben al 15 restaurants in deze selectie tot nu toe gehoord. Nummer 16. Maastricht. Au coin de bon enfant. Au coin de bon enfant. Timo Reichelt. Kom naar voren. Een parcours via Tout à fait. Via Tout à fait, via La Butte au Bois. Im Schiffen. Im Schiffchen. Schiffchen. Lekker fout? U weet het veel beter dan ik. Timo Reichelt. Van harte welkom. Een nieuw hoofdstuk hier wordt geschreven. Bons-enfants, een van een hele charmante plek. De prachtige binnenstad. Ja. Kom even hier nog voor de. Kom nog even. Timo. Ja. Kijk eens. Grandioos. Eén groot applaus voor jullie. De laatste. Dames en heren, we hebben tot nu toe 16 restaurants bekendgemaakt. Dat wil zeggen Jannis en Jonny in de selectie met 1 ster. En nu zal nummer 17 komen en dat is de laatste. Deze heet er ook al eentje. Ja. Adewijk, Basili. Zijn persoonlijke prestatie is. Met natuurlijk zijn team. Dus werkelijk van harte. Jonny? Ja. Uit. Ja, die verruil je direct voor de Witte Koksbuis, het Witte Koksfest. En daar staan ze. En dames en heren, dit is de selectie van 2023 van de restaurants met 1 ster. Ik wil jullie op een foto. Jonny en Jannis, mag ik jullie hier vragen? En dan zou ik zo graag alle chefs, dus alle in de Witte Koksbuis, als eerste naar voren. Voor die mooie foto met deze twee iconen centraal. Dus kom naar voren, beste chefs. Jullie zijn allemaal opgenomen dit jaar, in het jaar 2023, in de selectie. Ik zie je ook nog niet goed genoeg. Kom verder naar voren op dat
we jullie zien. Oh, ze zijn alleen maar aan het kussen daar. Draai je om. Ja, goed zo. We gaan een mooie foto maken. Want dit, dames en heren, is de selectie 1 ster. Michelin. Nou, grandioos. Met name dank aan Jonny en aan Jannes. Ik vond dat het hartstikke goed ging. En, vond je het leuk? Het viel mee. Het viel mee. Nou, dan ga maar weer zitten. Jannes ook, ga lekker zitten. En jullie mogen allemaal terug naar jullie plaatsen. En rustig bijkomen van wat hier allemaal is gebeurd. Kijk eens. Het is zo belangrijk, toch? Ik neem het ze niet kwalijk. Ik zou het ook niet. Zo, allemaal even bijkomen. Wat een selectie, dames en heren. 17 restaurants. Het is echt gigantisch. Het is prachtig. Ja, en dan na al deze opwinding. Ik zei het u, er zijn verschillende special awards. En nu komt de tweede en laatste. En dat is... die van de sommelier. En natuurlijk, hè, ik hoef het aan dit gezelschap niet uit te leggen. Sommelier gaat uiteraard over wijn. Maar het gaat in deze tijd over zo ontzettend veel meer. Over bier, over non-alcoholische dranken, over infusions, over allerlei soorten drankjes. En het is een buitengewoon belangrijke plek in elk restaurant, die sommelier, om die buitengewoon goede combinatie te maken tussen spijzen en wat daarbij gedronken wordt. En de partner die deze special award van sommelier ondersteunt, is Macro. En ik stel u zo ontzettend graag voor aan Brechtje van Valen. Zij is de Senior Category Manager Wines. Brechtje, kom erbij. Brechtje, goedemorgen. Ja, goedemiddag. Ik moet een beetje haast maken, want ik zie dat de tijd een beetje loopt. Maar fijn, want we gaan het hebben even heel kort over de sommelier. En natuurlijk, het is met name wijn. Er zijn heel veel uitdagingen. Ik sprak met je collega Martijn daar al over. Maar ook op het gebied van wijn zijn er ook best uitdagingen om de goede kwaliteit in een toch ook een duurzame setting te krijgen. Wat zijn die uitdagingen en hoe reageer je als Macro? Absoluut. Ja, we hadden het er vorig jaar ook al over. Maar nog steeds worden we natuurlijk geteisterd door verschillende jaargangen in de wijnwereld. Hè, dat als eerste. Maar natuurlijk alles wat we al kennen. Inflatie, tekort aan materialen, logistieke problemen. En wij proberen daar natuurlijk de sommeliers en onze klanten mee verder te helpen. Door op zoek te gaan ook naar wat de alternatieven kunnen zijn. Want... ja, wat we natuurlijk zien, van zeker afgelopen jaar, het zware tekort aan champagnes, bourgognes en eigenlijk alles wat we allemaal heel graag drinken. Maar het is er bijna niet en het is ook niet te betalen. Ja. Dus wij proberen met ons internationale inkoopteam echt op zoek te gaan naar mooie alternatieven om toch ook het leuk te houden voor de sommeliers, maar ook voor uiteindelijk de gasten natuurlijk die dat de rekening betalen. Dat vraagt om een hele nauwe samenwerking. Dus ook met de sommeliers met die je ook ongelooflijk veel contact hebt. Absoluut. En het mooie daarvan is natuurlijk wel dat we zien dat in Nederland de Nederlandse wijndrinker ook steeds innovatiever wordt en steeds meer op zoek is naar toch ook weer die nieuwere wijnen. En laat zich ook graag verrassen. Dus dat zijn wij heel blij mee. Stelt met zich die ontwikkeling. Open. Absoluut. Heel goed. Brechtje, mag ik jou vragen deze envelop te openen en zeker ons te vertellen wie in deze selectie als sommelier award genoemd zal gaan worden? Absoluut. De sommelier van het jaar. Heel trots. Het is een stukje reizen. De sommelier van het jaar is Nadine Meugling van Bijef. Ja, bij chef natuurlijk. Haar echtgenoot. Kom maar, dan zal ik deze al pakken. En dan hebben wij de award alvast in handen van Brechtje
van Falen om hem zo dadelijk te geven, inderdaad. Maar het is zeer de moeite sowieso om naar Texel te gaan. Absoluut. En sowieso naar Best Chef, en dat wisten we al. Maar dat daar dan nu ook die combinatie met Nadine zo is gezien door Michelin. En dat dat zo uitmuntend is en dat we daar ook voor gaan reizen en een stukje boot nemen. Dat doen we met alle soorten van plezier, Nadine Meukling. Ja, want ze staat bekend, ga ik u alvast vertellen, om haar verbluffende kennis volgens de inspecteurs. Ze heeft ook haar eigen manier om haar eigen wijnbijbel bij te houden. En dit is ze. Daar is ze. Ja. Grandioos, kijk eens. Bravo. Ja, je moest van ver komen. Nadine, gefeliciteerd. Je krijgt de zwarte koksbaas hier aangereikt. Ik zal heel even de award voor je vasthouden. Nou ja, zeg. Nee, dit gaan we niet doen. Nee, gaan we niet doen. Want voor de foto vind ik dat niet helemaal goed. We gaan het gewoon zo laten en mooi op de. Want hij moet wel lekker passend zijn. Nadine, even een korte vraag. We horen net van Bretje zeggen dat het best een uitdaging is in deze tijd om verrassend uit de hoek te blijven komen met een continue aanvoer. Hoe los jij dat op? Oh jeetje, Mina. Ik ben een beetje overdonderd. Als je ja. En dat stuk moet lopen. Dat had ik niet, ja, dat stuk moet lopen. Dit had ik echt totaal niet verwacht eigenlijk. Dus, ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Nou weet je, maar dan zeggen we gewoon niks. Ik wil wel heel graag zeggen dat ik heel dankbaar ben voor deze prijs. En ik ben vooral heel erg dankbaar aan mijn team. Want zonder hun kan ik niet doen wat ik het allerleukste vind. Ja. Dus mijn vaste team, ik hoop dat ze kijken. Ontzettend bedankt. Dankjewel Nadine, gefeliciteerd. En dankjewel Brekje van Baan. Dank. Nu mogen we lekker gaan zitten. Snel aan de champagne, hè? Oh, je hebt ook kijkers en nog met een mooie bos bloemen ook mee. Hartstikke goed. Ja, dan gaan wij door naar de volgende categorie. En dat is die van de restaurants opgenomen in de selectie met 2 sterren. Goed, 2 sterren, dames en heren. We hebben het al uitvoerig besproken, 1 ster, wat dat wel niet wil zeggen. 2 sterren, dat is helemaal een prestatie van formaat. Want dat wil zeggen dat je bij de absolute top ook wereldwijd behoort. En om deze selectie bekend te maken ben ik echt hartstikke vereerd dat ik naast mij hier op het podium mag nodigen een man die als allereerste in Nederland, dan gaan we even terug in de tijd naar 2002, 3 sterren toegekend kreeg. En het is de man die ongelooflijk veel mensen, zelfs ook hier aanwezig en ook daarbuiten, heeft opgeleid. De voormalig eigenaar en de chef natuurlijk van Parkheuvel. Geef hem een daverend applaus. Hier is Kees Helder. Kees. Dat vind ik nou zo leuk. Ik ook. Nou, hartstikke fijn. Hier te staan. Ja, want u zit daar lekker. Ik zag u net al zo'n beetje zitten in mijn ooghoek. Hoe beleeft u nou weer zo'n ochtend als deze? Nou ja, kijk, ik ben er al een poosje uit het doen van het vak. Hè. Maar als je dan deze mensen ziet, die zo geïnspireerd zijn en zo'n toonaangevend gebeuren voor de gastronomie in Nederland zijn, vind ik het fantastisch om hier te mogen staan om die 2e ster uit te reiken. Ja, nou en wij zijn zo blij dat u dat wilt doen. Lukt. Ja, goed. Even, want ik ga u dadelijk ook iets aanreiken, opdat u het bekend kan maken. Maar even in algemene termen, want u heeft zo'n rijke ervaring. Hoe vindt u dat het met de gastronomie in Nederland gaat? Fantastisch. We zijn de laatste jaren zo ontzettend gegroeid. We staan nu wereldwijd, hebben we aanzien. En dat hadden we, laat zeggen, in de jaren 80 helemaal niet. Nee. En langzamerhand is dat gegroeid, gegroeid en gegroeid. De chefs die hier allemaal zitten, die breiden uit over de hele wereld. Ze gaan kijken naar Japan, ze gaan kijken naar Amerika. Ze kijken naar wat er bijvoorbeeld nog steeds in Frankrijk gebeurt. Ja. Al dat gebeuren, ze blijven zich verbreden. Dat is fantastisch. Ja. Zeg, en de waarde van Michelin, hoe zou u dat omschrijven ook in uw persoonlijk leven? Hoog. Het heeft deel uitgemaakt van mijn leven. Het was niet zo dat ik in het vak stond. Nee, Michelin was er voor mij. Daar deed ik het voor. Ja. Het was voor mij deel van mijn vak. Het maakte deel uit van waar ik mee bezig was en mijn visie. Ja, mooi. Ik ga u een envelop geven. Fantastisch. Want dames en heren, we gaan bekendmaken. U gaat bekendmaken, Kees Helder.
Okay. Misschien vertelt u ons eerst naar welke stad wij op gaan. We gaan naar Amsterdam. Ik hoor spanning. Vinkers. Jurgen van der Zalm. Naar voren geschoven door. Kijk eens. Dit is een belangrijke handdruk. Ja, u weet het, Dennis Kuipers schoof hem al de hele tijd naar voren. En dat deed hij met heel veel verve. En wij weten vanaf vandaag ook waarom dat gebeurde. Want hij wordt gesierd met 2 sterren. Jurgen. Mag ik je toch 1 korte reactie vragen? Want ja, je hebt. Zeg gewoon dankjewel, zegt je collega. Nee, maar. Dat is fantastisch. Ja. Het is echt, echt een droom. Een droom die hier en nu uitkomt en die je eigenlijk op weg hier naartoe ergens in je achterhoofd had? Of je dacht, nee, helemaal niet. Nee. En daar sta je dan. Je bent echt opgevallen. Het spotlight staat op jou. En je bent echt in de selectie 2023 opgenomen met 2 sterren. Daar ga je. En ja, ik snap het, dat jullie de beweging naar achter maken en denken van nou, er gebeurde net zoveel en dat, misschien komen er dadelijk nog collega's. Maar, beste Jurgen, je bent de enige. Ja. Ja. Dus een grand bravo. En jullie mogen weer gewoon lekker gaan zitten. Ik heb jullie straks wel nodig nog voor de totaal. Nee, u niet, meneer Helder. Nee, maar Jurgen en zijn team wel. En dan komen jullie straks wel terug voor de totale foto, want... ja, weet je, die laatste categorie, die hebben we dan nu nog. Een categorie die u zeer na aan het hart ligt. Dus dat is die categorie van 3 sterren. En als iemand het weet hoe exceptioneel het is, dan bent u het, denk ik. Zou u iets willen typeren van 3 sterren? Wat het is, in welke range je zit, wat het... Ja. Nou, het mooiste is... Als je bezig bent met je eerste, vecht je voor die tweede. Ja. Dan hou je die eerste. En als je die tweede hebt, dan ga je door naar die derde. En toen kregen we die derde. Ja. En dat is dan zo onvoorstelbaar overbluffend voor je. Waar je naar uitgekeken hebt. En dan behoor je ineens tot de top van de wereld. En dat is werkelijk uniek. Je staat daar met je restaurant in Rotterdam. En die uitstraling die je op dat moment krijgt, naar buiten toe. De mensen die komen uit Japan, uit Zuid-Afrika, uit Portugal, ik noem maar wat, of uit Amerika. Ze komen van alle kanten naar, naar jou toe. En dat heb je in wezen nooit eerder gemaakt, anders komt het uit je eigen regio. En al die reserveringen die je op dat moment moet boeken, is ongelooflijk. Mijn vrouw Rosalie, die heeft er handen vol eraan gehad. Ja. Fantastisch. Ja. Heel mooi. Ze verwerven, dat is natuurlijk 1 hele grote opgave en vaak het werk van een heel lang parcours. Ze behouden is ook wat. Dan moet je verknokken. Maar goed, je hebt het niet voor niks gehaald. Je moet je moet je blijven verbreden wat er in de wereld gebeurt. Je moet luisteren naar wat de ondergrond is, wat er gemaakt wordt in de horeca, met de producten. En als je daar bovenin staat, het gaat niet alleen natuurlijk wat er in de keuken gebeurt, hè, met die 3 sterren. Je moet ook kijken wat er aan de voorkant gebeurt. Ja. Zorg dat je wijnen kloppen, dat in wezen je bediening fantastisch is. Maar ook de opvang, als je dus de gasten ontvangt, moet er al een auto opgevangen worden voor die gasten. Ja, daar begint het. En daar begint het al en dat deden we. En dus op die wijze bouw je het op. Ik wil vragen... Nog 1 ding. Ja? Als je een 3 ster hebt, is het niet alleen maar koken. Er komt zoveel meer bij. Ja, het is het totaal. Ja. Zo fijn. Ik vind het zo fijn dat u hierbij bent. Want we gaan nu met elkaar eigenlijk onze waardering uiten. Met een daverend applaus voor de 2 mannen met hun echtgenotes.
En ik wil ze zo graag hier weer terug op het podium. En dat zijn Jonny en Therese Boer, de Libreien. En Jannes en Claudia Brevet, Inter Skouders. Dit zijn de twee restaurants met 3 sterren in de selectie 2023. Nee, ik krijg er ook geen. Kom, hij is voor Jannes. Dit vind ik nou wel hartstikke leuk. Maar nee, waar is jouw... Nou ja, we hebben hier echt aan het eind van deze show... Maar voor de heer Brevet, voor Jannes Brevet. Ja, kijk eens. Dit is wel mooi. Hoe charmant is dit? Ja, kom er 1 stap even naar voren. En ja, Therese... Dit is weer een hele enerverende ochtend en we horen het Kees Helder zeggen. Het is natuurlijk wat in die keuken gebeurt, maar het is het totale pakket. Een veelbewogen ochtend, daar sta je dan toch weer. Ja. Ja, heel fijn om altijd hier weer te kunnen staan. Ja. En ja, ook bijzonder blij en trots op ons team van Solang en Brasboer. Ja, hè? Echt super gaaf. Echt. Ik bedoel, 3 sterren is mooi, maar zo'n eerste ster is... Zeker zo mooi. Ja. Dat vergeet ik nooit weer. Het begint ergens, hè? Het hele parcours. Zeker, ja, zeker. Ja, heel erg mooi. En Claudia, ja, meer hè, dan alleen maar wat Jannes weet te leveren. Het is ook buitengewoon wat Claudia voordoet met haar mensen. Ja, nou ja, goed. Je bent een team samen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En net al de chefs op het podium gaven ook al een beetje aan. En ja, dat je het met elkaar doet, is gewoon heel belangrijk. Met goede mensen om je heen. Het is ook belangrijk om die mensen weer een podium te kunnen geven. Ja. Dat de ambitie voor iedereen belangrijk is en kan blijven. Ja. En daardoor kun je zelf ook groeien. En, ja, we zijn super blij met ons team natuurlijk ook. Heel mooi hoe je jezelf ontwikkelt en hoe je elkaar ook complimenten geeft en in de spotlight zet en elkaar verder helpt. En dan zo ontzettend blij kan zijn door de mensen die je hebt opgeleid en die dan hier net op dat podium verschenen. Ontzettend mooi. Ja, dames en heren, wat ik doe, want we zijn aan het einde van deze ceremonie gekomen. En ik zou heel graag willen vragen dat jullie hier bij ons blijven en Kees Helder ook alsjeblieft ook. En dat de mensen die opgenomen zijn in de selectie terug hier naar het podium komen, zodat we echt een hele grote mooie foto kunnen maken van die hele nieuwe selectie 2023. En terwijl u dat doet, dan vertel ik u nog even over de Fork, hè, de exclusieve partner van de Michelin-gids, waar u voor uw reserveringen terecht kan. Want juist... Vanwege die samenwerking bent u zichtbaar en ook te reserveren, te boeken. En natuurlijk via de Michelin Gids, de app, is dat ook mogelijk. Dus dames en heren, ik ga u dadelijk vragen voor nog 1 slotapplaus. Als alle chefs hier terug zijn op dit podium in hun prachtige witte of de sommelier in de zwarte koksbuizen. Kom terug hier voor een... Ja, en ook de Green Stars, allemaal daarbij. En dan fotografen, dan bereid je maar voor op een hele groot gezelschap. Zijkant. Ja. Het zijn er heel veel, hè? Dus we gaan het heel dik opleiden. Heel mooi. En dan ga ik jullie allemaal kijken. Daar hebben we de bibendum ook. Ik ga u allemaal vragen een stap naar voren te doen. Een beetje naar voren te komen, alsjeblieft. Een beetje meer naar het licht. Ja. Pak het moment van deze foto ook. Kijk eens aan. Ja, dames en heren, u mag foto's maken. Geef ze nog een daverend applaus. Ja. Dames en heren, ontzettend fijn dat u erbij was vanochtend bij deze ceremonie. Ontzettend dank ook dat u via de livestream ons gevolgd heeft.
Hier is het einde van de ceremonie voor dit moment. We gaan hier glas met elkaar drinken, elkaar feliciteren, elkaar ondersteunen. En dan zien we elkaar volgend jaar, hoop ik, weer terug. Tot dan.